Als je in de oppositie zit, moet je een vechtjas zijn. Mm. Heeft u eigenlijk de oppositie altijd beter gelegen dan het regeren? Want u bent maar kort aan de regering geweest, hè? 4 jaar. Nou, dat is... Uw hoogtijdagen dat waren zijn toch... Tropen, eigenlijk 8 jaar, want het zijn tropenjaren. Maar uw hoogtijdagen waren toch gezellig in de oppositie tegen Den Haag? Vind ik eigenlijk hier zit Sinterklaas, de uitspraak. Dat was mooi. De plekken verzonnen. Nee, dat vond, ik vond het zijn van oppositieleider vond ik heel mooi, als het goed ging. Ja. Hè? Maar als je natuurlijk 5 jaar, het is een lange mars door de woestijn, 5 jaar oppositieleider bent, gaat het eerste jaar gaat het prima. Het laatste jaar van een kabinet gaat het ook goed, hè? Want dan stoom je weer richting de verkiezingen. Maar daartussenin, ik weet dat zelf nog heel goed, is het een ramp. Want wat je natuurlijk ook zegt in de Kamer, je redt het niet. En dan krijg je dus gemor, hè? Dan schrijven de kranten, ja, oppositieleider Wiegel, aanval in het zand gelopen. Nou, dat lezen je eigen kiezers ook, en je eigen partijleden. En die gingen een beetje zitten morren, ook over mij zitten morren, dat is heel begrijpelijk. Dus ik vond oppositie voeren niet altijd leuk.